En vandaag gaan we het met u hebben over hoe je eigenlijk een decoder kan vervangen door een streamingabonnement. En dat doe ik natuurlijk zoals altijd met een expert bij Testaankoop. En dat is vandaag Christophe. Dag Christophe. Dag Doreen. Bij Testaankoop ben jij vooral verantwoordelijk voor afdeling Telecom. Ja, dat klopt. Oké. We hebben al eens in een eerdere aflevering met elkaar gesproken. Vandaag gaan we het hebben over je decoder vervangen door een streamingabonnement. Misschien eerst en vooral even kijken wat streaming juist is, dat weten we wel. Maar dat is via internet, dus dat is een belangrijk aspect natuurlijk. En wat is dan juist het voordeel van streamen? Maar het voordeel van streamen is eigenlijk, afhankelijk van je kijkgedrag, kan jij gaan bepalen wanneer je kijkt en welke content je precies gaat kijken. Ten opzichte van het klassieke tv-abonnement, dus via de decoder, dan ben je verplicht om eigenlijk te kijken naar de kanalen die beschikbaar zijn bij jouw provider. En kan je natuurlijk ook, heb je natuurlijk ook een bepaalde kost dat daaraan verbonden is. Mm-hmm. Terwijl dat, als je gaat kiezen voor gratis streaming-applicaties, genre VRT Max of VTM Go, mm-hmm. dan kan je wel al heel wat besparen op je telecomfactuur. Bovendien betekent, als je geen decoder meer nodig hebt, dat je ook weer kan gaan besparen op je elektriciteitsverbruik. Want dat is een toestel minder dat je moet eigenlijk gaan connecteren op het elektriciteitsnetwerk. En anderzijds, als je verschillende streamingsplatformen wilt gaan afwisselen met elkaar, omdat je zoveel mogelijk content ter beschikking wilt hebben, dat gaat ook veel makkelijker dan dat je eigenlijk altijd continu van operator zou moeten wisselen, omdat je een bepaalde zender bij één specifieke operator zit en de andere dan weer niet heeft. Dus we zijn in mensentaal wel degelijk aan het spreken over die vrienden die ik heel veel tegenkom, die zeggen van, ik kijk eigenlijk niet meer naar de televisie, ik gebruik geen digitale televisie meer, ik ga enkel nog met die apps werken, dus de app VRT Max, zoals je zei, of met een al dan niet betalende app, zoals bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus en dat zo meer. Zo zijn er dus veel mensen vandaag? Die... Ja, ik denk dat onder collega's of onder vrienden, ik denk dat er vaak gesproken wordt, heb je de laatste nieuwe serie op Netflix al gezien? Ten tegenstelling dat vroeger was, heb je de laatste nieuwe aflevering op VTM gezien, bijvoorbeeld. Ja. Het gesprekje aan het koffieapparaat is inderdaad is iets anders geworden. Ja. Er zijn nog maar weinig programma's op digitale televisie waar iedereen, misschien nu met de verkiezingen, dat is het wel weer even... Ja, dat leeft natuurlijk wel. Dat is nu gehyped met het moment natuurlijk. En het is ook zo, door die streamingapplicaties, bijvoorbeeld Streams, dat eigenlijk in handen is een beetje ook van VTM en Telenet samen... dat daardoor eigenlijk ook bepaalde content vroeger al online komt, terwijl dat je dan langer moet wachten voordat je dat lineair, dus gewoon via de decoder op televisie zou kijken. Mm-hmm. Hoe doen we dat nu concreet? Wat heb ik nodig om te streamen? Internet. Het belangrijkste is een goed internetabonnement. En een goed internetabonnement betekent met een mooie snelheid, dus dat je performant kan downloaden eigenlijk, dus dat je ervaring, je kijkervaring zonder storingen kan gebeuren. En ook richting het onbeperkt volume toch, want... Ga bijvoorbeeld een beetje Netflixen en je hebt al makkelijk op een avond enkele gigabytes verbruikt. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ja. Daarbij komt kijken, je kan eigenlijk ook via mobiel netwerk kan je ook gaan streamen. Dus heb je een mobiel abonnement met heel veel gigabytes in, kan bijvoorbeeld onbeperkt surfen, dan kun je ook perfect gewoon op je mobiel netwerk gaan kijken. Okay. Je hebt niet per se meer een bekabelde verbinding nodig, terwijl je dat bij een decoder meestal wel nog nodig hebt. Ja. Maar stel dat ik mijn decoder inwissel voor de streamingdiensten, dan is er niet maar één streamingdienst die ter vervanging komt. Hè. Dan heb je verschillende apps, verschillende alternatieven. Ja, je kan kiezen voor de gratis versies. Dus dan kan je natuurlijk het meest besparen op je telecomfactuur. Ja. Voor Vlaanderen denken we dan direct aan VRT Max, waar daar heel veel content op staat. VTM Go heb je ook. Daar kun je ook nog live televisie mee kijken. Dus dat vervangt eigenlijk een beetje de decoder dan rechtstreeks. Je hebt ook nog GoPlay, maar dat is enkel uitgesteld. En bij alle drie die opties heb je natuurlijk een hele bibliotheek aan content rond films, series en docu's. Wat dat er daar misschien wel een beetje anders aan is, is dat die inhoud sneller verandert. Bijvoorbeeld bij VRT Max heb ik al gemerkt, bepaalde content die ze uit het buitenland halen, bijvoorbeeld van de BBC bijvoorbeeld, dat sneller verdwijnt. Bij Netflix, bij de betalende, blijft dat iets langer duren. Beschikbaar tot die datum. Dus je kan het wel zo opvolgen, maar natuurlijk als je... Als je het vergeet, dan ben je het kwijt. Ja, dat wel. Nee. Welk internetabonnement heb ik dan nodig om te streamen? Dan denk ik, je hebt zeker een minimum aan, zoals je zelf zei, snelheid, denk ik dan, volume toch ook wel? Het is een beetje afhankelijk. Denk, als je gezin bent met kleine kinderen bijvoorbeeld, dan volstaat een medium abonnement of een standaard abonnement. Mm-hmm. Wat wij zien is een minimumsnelheid van 100 mbps per seconde. Dus dat is de minimum.
onbeperkt volume zou ik daar sowieso bij nemen, want zoals ik al daarnet zei, een half uurtje Netflix kijken per dag in HD, dat is al 50 gigabyte per maand. Dus een half uurtje is snel opgebruikt. Dat kijken mijn kinderen bijvoorbeeld, niet dagelijks, maar toch soms. Jawel, geef het toe. Nee, we hebben een nieuwe regeling gebouwd, het is om de 2 dagen. Dus, nee. Oh, en dat helpt. Het is gelukt voorlopig, maar het is pas sinds maandag, dus ja, het is nog kort. Bij die van ons is het meer het gamen. Mijn kinderen zijn nog te klein. Ze zijn nog te klein, ja. Oké. Brace yourself. Ja, maar er zijn dus ook, ja, bijvoorbeeld dan inderdaad gezinnen met tieners, dus dat is dan misschien meer bij u het geval. Daar moet je toch al gaan kijken naar die hogere snelheden, want iedereen wil dan tegelijkertijd op dat internet zitten. Als je gaat gamen, heb je ook een goede responsiviteit nodig. Dus upload, download moet hoog zijn. Dan moet je toch al eerder gaan kijken naar 300 à 350 mbps, dus megabit per seconde. En dan zitten we bij de goedkoopste providers aan €45 per maand. Mm-hmm. Merken nu, dat is een kleine bijvraag van mij, maar merken nu die grote leveranciers van digitale televisie dat niet enorm? Of is het procentueel nog, de meeste huishoudens nog wel een decoder? De meeste huishoudens hebben dat sowieso wel nog altijd, maar we zien wel jaar na jaar dat die tv-klanten wel drastisch minderen. Mm-hmm. En drastisch dan spreek ik over een 10.000 bijvoorbeeld per jaar klanten. Mm-hmm. Maar die operatoren hebben dat natuurlijk ook zelf al lang gezien en die hebben ook hun producten een beetje gaan aanpassen. Bijvoorbeeld die laatste nieuwe decoders, heb je dan rechtstreeks de applicaties naar Netflix, VRT Max, die zitten er dan in. Dus dat verhoogt het comfort natuurlijk voor de gebruiker. En dan denkt hij van, nu heb ik de best of both worlds, dus ik hou het maar. En anderzijds hebben ze ook allemaal hun eigen tv-applicatie. Dus eigenlijk hetgeen wat ze streamingsapplicaties hebben, maar dan met tv-zenders. Zo kan je ook al besparen op je telecomfactuur. Ten opzichte van de decoder scheelt dat ongeveer de helft per maand. Dus pak dat per prijs €20 voor een decoder, heb je €10 voor die tv-applicatie. Ja, maar dus dat kunnen we op de website ook wel een en ander over terugvinden. Dat is allemaal terug te vinden op onze website. Misschien nog een tip? Een tip is als je effectief die stap waagt om je tv-abonnement, je klassiek tv-abonnement, op te zeggen en volledig voor de streaming te gaan, al dan niet betalend of gratis, vergeet zeker niet tijdig je decoder terug te brengen. Dat is namelijk verplicht als je die hebt gehuurd. Ja. Sommige mensen, zeker die al heel lang hebben, die hebben die gekocht. Dan moet je niks doen. Dan moet je die eigenlijk gewoon naar het containerpark brengen, want jij gaat die niet meer gebruiken. Daar heb je niks meer aan dan. Daar heb je niks meer aan, want één keer dat tv-abonnement opgezegd is, gaat die niet meer werken. Mm. Natuurlijk, als daar bepaalde content op staat, die kan je misschien op een of andere manier wel nog recupereren, maar dan nog gaat dat genegen zijn aan de operator zelf, dus dat wordt denk ik een moeilijke kwestie. Zeker op tijd die decoders terugbrengen, want doe je dat niet, zowel via tv, via een winkelpunt terugbrengen of via de post kan je dat ook doen. Dat is volledig gratis. De operator neemt die kosten op zich. Jij moet enkel de handeling doen, het naar een postkantoor brengen. Best ook in de originele verpakking, omdat daar de accessoires zoals de kabelen en de afstandsbediening mooi inpassen. De meeste mensen hebben dat niet meer, maar een andere doos waar dat het goed inpast, goed beveiligd is, is ook goed. Want dat kan wel ervoor hinderen dat je bepaalde kosten toch zal moeten betalen. Met de afstandsbediening, met de kabels. Ja, alles tezamen is de beste oplossing. Dan heb je achteraf geen miserie met je operator. Want sommige, als blijkt dat je die niet tijdig hebt teruggestuurd, en tijdig meestal 12, 14 werkdagen nemen ze zo'n beetje in rekening, dan durven die toch wel een forfaitaire vergoeding te vragen die hoog kan oplopen. We hebben maar al gevallen gezien van, als ik dat wil opzeggen, dan moet ik bij mijn provider aangeven, ik wil alles opzeggen. Als je alles opzegt, dan gaat die provider jou contacteren en zeggen van, ja, kijk, je hebt een decoder gehuurd bij ons, of misschien heb je er 2 staan in de woonkamer, in de slaapkamer. Breng die terug, hier zijn de retourlabels, zo niet, binnen de zoveel dagen. En voor mensen die een volledig abonnement hebben, bijvoorbeeld bij Telenet, hè, die zeggen, mijn gsm zit daarin, mijn thuislijn, mijn digitale televisie en nog, maar ik wil en het internet zelf, maar enkel die digitale televisie haal ik eruit, dat kan. Dat kan. Telenet heeft nu andere opties waar dat bijvoorbeeld de basis, waar dat bijvoorbeeld de basis wordt gevormd door het internet en het gsm-abonnement. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld switchen naar die of bij een andere provider. Je hoeft niet per se bij diezelfde te blijven. Hè. Je kan ook extra besparen door te gaan kijken naar goedkopere opties. Heel veel opties. Altijd. Dat is een mooie om af te sluiten. Christophe, bedankt om hier te zijn. Graag gedaan. Misschien tot snel. Tot heel snel. Ja, misschien wel.